Dit is SU TV Vandaag. Welkom. Hier, Adame. Ja, ik mag nog een foto slecht. Kijk, maak je. Maak een video. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, mevrouw. Wat is uw naam, hè? Ja, oh, mevrouw Strijdhafter. Ja, dus we hebben gemeend om een kleinigheid te brengen, wat brood. Nogmaals, de scheen. Ik heb geleerd wat de linkerhand doet, hoeft de rechterhand niet te weten. Ja, omdat ik gewoon aanneem dat u, of dat jullie, werkelijk in nood verkeren. Want ik, wij zijn ook niet rijk, maar we helpen waar we kunnen helpen. Ik heb daar eens brood, hè. Ja, ik heb wat. De juice hier voor jullie ook gebracht. Wat zit hier? En hoop dat meerdere Surinamers jullie komen helpen. Ik heb ook gedacht om een sanitizer hier. Ja, gel en sanitizer. Ik heb een paar clips hier voor jullie. Misschien kun je dat hier inzetten. Kijk, ik heb ook wat paracetamol voor jullie. De situatie is via de zon en hoofdpijn van de situatie. En die wil ik wel dat ik die zo zeg. Kijk, ik heb ook wat eieren gekocht. Is dat gekocht? Ja, er is een, ik heb ook een zakje met zout voor je gezet. Dat is ook hier. Dat is nu ook niet het wel in je handen, want ik heb chocopasta voor die kinderen. Ik heb ook wat toiletpapier voor je. Ja. Als je gaat wegwaaien, ja. En dit is smeerkaas, hè. Ja. Zo, en ik heb ook, wat melk. Jullie mogen mijn nummer opnemen, als er iets is. Wat melk heb ik ook hier. Ja, neem jullie mijn nummer op, want ik wil ook graag. Nog een vraag. Ik wil ook graag horen hoe het. Is het, hoe het gaat lopen, is dit de tweede donatie? Nee, huh? We hebben meerdere donaties. Maar niet direct pakket, dus dat is het maar 1 of 2. Dus eventueel was de eerste? Ja, 1 of 12 was de eerste. En de andere dame, die kwam ook, had ze ook zo'n maatje. Oké. Ja, maar. Oh, je komt daar. Kom Arman, daar ben je dan ook Arman. Maak ook gelijk voor de auto. Ja, ik maak ook voor de auto. Ja, toen de familie McDonald's daar is. Nee, normaal niet met mijn kipbari, maar op deze transmis met mijn kipbari. Oh, oké. Je mag het checken. 8-7-9-2-3-7-9. Dus broer en zuster, ook dat voor jullie nog een beetje tegemoet zijn gekomen. Ik ga ook van mijn kant proberen te kijken om de autoriteiten te vragen wat ze voor jullie kunnen doen. Ja toch, ik kan niks beloven. Maar je kan altijd als mens tot mensen praten, toch? Weet je, kijken wat. Ja, want ik denk wel dat de regering met de oplossing voor jullie zal komen. Ja, en laten we alvast beginnen te hopen dat men jullie heel goed tegemoet komt. Hoor maar, jullie gaan me horen, want in mijn programma's die ik maak en zo ga ik erover praten. Dus ik, daarom hebben jullie mijn nummer, als er iets is, ja, ik kan mijn miscall geven, dat is lekker. Dan weet ik dat jullie het zijn. Wat dan? Ik kan me gewoon bellen, want hoeveel straat heb je? Oh ja, dit is het. Dubbel A5, 3, 3. Ja,
Kijk, maak wel een mooi foto. Ik heb ook gedaan, ik heb het daar gedaan, ja. Een kind van 1 jaar. Of 2 jaar. Het is gevaarlijk wat hij daar doet, hè? Ik vind het triest, hoor. Niet doen, dat gaat ze niet snijden. Maar, zelfs met erf. Hoog gas, hoog tens. Wat is het? Wat is karakter? De hoogwaardige is mijn leader. Nog op. Daar heb ik moest ik denken, want familie. Van assemblee leader. Oké. Ik ga ook erover praten, een van mijn programma's in dit weekend. Ze moeten een huis geven. Ja, ik denk niet dat ze zeggen dat ze kunnen ons geen huis geven. Ze gaan ons niks bedoelen. Misschien zijn het mensen van de oppositie, want als het mensen van de coalitie zijn, zijn zoveel vrije huizen. Ik moet gewoon voor jullie kijken wat men kan doen. Ja, toch? Want jullie kunnen niet zo blijven in deze...